Jessie, hoe is het met jou? Gaat goed. Hoop gedoe over jou geschreven de laatste tijd. Hè? Ik heb je bij Utrecht gezien. Ik heb je als eerste geïnterviewd ook weer bij Feyenoord. En nu, hoe gaat het met je? Goed, ik voel me heel fit. En ik voel me heel erg fit. Ik train heel veel voor mezelf. En het is nu alleen maar wachten op kansen. Ja, want al die geruchten en zo. En hij zou in gesprek zijn. En zijn zaakwaarnemer was erbij en zo. Wat was er nou van waar? Nee, kijk, we hebben natuurlijk... Praten met de club doe je altijd. Dat is altijd goed. Je moet contact blijven houden. Maar het heeft niet een speciale reden gehad of zo. Het was gewoon natuurlijk gewoon even evalueren hoe het is gegaan. En wat we van elkaar verwachten en hoe we door willen gaan. En het was heel positief. Heel positief gesprek. Ja, heel erg positief. Ik ben ook positief uitgekomen. En nu is het gewoon keihard doortrainen. Dat heb ik gedaan in de winterstop. En nu het gaat weer beginnen. Dus ik heb er zin in. Hey, tijdens dat gesprek zijn jij dan ook echt kansen beloofd, mogelijkheden beloofd van nou, we gaan je echt wel meer kansen geven in de tweede seizoen zelf? Ja, kijk, zoiets. Als een club dat doet, dan weet je dat er iets niet klopt. Want je kan niemand iets beloven in voetbalwereld. Dingen moet je verdienen. En ik werk daar hard voor en daar ben ik mee bezig en dat blijf ik doen. En zolang de trainers tevreden zijn over me en die kans doet zich voor, en dan moet ik er staan.